De demonstratie op het Faberplein in Nijmegen is zaterdag rustig verlopen. De betoging was een reactie op een eerder geplande actie van het rechtsextremistische Racial Volunteer Force. De RVF wilde demonstreren tegen het linksactivistisch centrum De Grote Broek. Dat zou volgens hen een broedplaats zijn voor linksextremisme. Burgemeester Bruls en de RVF waren nog in gesprek over de locatie toen RVF de betoging afblies. Zij gaven aan dat de gemeente de actie had verboden, maar volgens de gemeente was dat niet het geval. Ondanks het vermeende verbod riep de rechtse organisatie hun leden op om in onopvallende kleding op een nader te bepalen plek af te spreken. Voor zover bekend is hier geen sprake van geweest.